Is het nu tijd, Jan? Ja, wat mij betreft kunnen we los, Robert. Weet jij zeker dat het tijd is voor de voetbalspecial 2004? Het oranje sfeertje hier in Portugal is volledig aanwezig. En ook in Nederland toen we gisteren weggingen. Ja. Dus wat mij betreft kunnen we aftrappen met de grote Jensen in de middag EK special 2004. Oh, de grote Jensenmiddag EK Special 2004. Jan, voor de mensen die het niet kennen. Nou ja, kijk, er zijn een paar van die gebeurtenissen per jaar, of in een mensenleven, mag ik het zo zelfs misschien wel zeggen, die vragen om bijzondere aandacht. Dat zijn dingen die in de samenleving gebeuren. En dan ben ik er als eerste als de kippen bij om die mensen te bellen, bekende Nederlanders te bellen, met hun mening over het geheel wat er dan gaat gebeuren. Weet je dus we doen bijvoorbeeld de vakantiespecial. De vakantiespecial, de verkiezingsspecial. En nu met het EK voor de deur, doen we ook de grote Jensen in de middag EK Special 2004. Ik moet wel zeggen er allebei dat het wordt meestal heel positief ingestoken. Ja. Maar het resultaat is altijd redelijk karig, vind ik zelf. Ja? Ja. Ja, daar kan ik nog niks over zeggen, moet ik je eerlijk zeggen. Maar vandaag, Robert, de grote Jensen in de middag EK Special 2004. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik denk, we kunnen eigenlijk niet beter beginnen op een dag als vandaag dan met de man die het Nederlands elftal in het verleden op de kaart gezet heeft. Wie? De generaal Rinus Michels is te bellen en zijn verwachtingen over het komende EK. Ah, de generaal. De generaal, de grote Michels. De grote Michels, hoe zijn die denk ik over. Nou, hoe denkt hij over het Nederlands elftal? Wat wordt het? Dames en heren, de grote Jensenmiddag EK Special 2004. De eerste beller, Rinus Michels. Ben benieuwd. Hallo. Hallo, meneer Michels? Ja. Dag, goedemiddag. U spreekt met Jan Paparazzi van het radioprogramma Jensen in de Middag. Hallo. Met van wie? Van het radioprogramma Jensen in de Middag. Hallo, ja. Hallo, goedemiddag. Stoor ik u? Goedemiddag. Ik dacht het niet, hoor. Oh, oké, okay, prima. Ik heb namelijk een vraag aan u in het kader van de grote Jensen in de middag EK Special 2004. Het Nederlands elftal in Portugal. De verwachtingen zijn hoog gespannen. En ik bel bekende Nederlanders in binnen- en buitenland met hun voorspellingen over het EK en het Nederlands elftal. Tjoe, jongen. Dat is wel nieuw, hoor. Ja, dat deden ze niet in 74, hè? Tjoe, jongen. En wat wou je dan nog godsmij doen? Die voorspellingen zijn niks waard. Maar Nederland Duitsland. Zo ziet u dat niet. U ziet alleen maar Nederlanden, maar de rest doet niemand mee. Ja, eigenlijk wel, ja. Ze zijn allemaal sparringpartners. Eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, goed, daar kan ik niet in meekomen. Nee? Nee, met de theorie van u kan ik niet meekomen, nee. Waarom niet, meneer Michels? Omdat dus van de vele landen die meedoen, het verschil maar gering is. Alleen gaat het er dan om of dat potentieel voldoende wedstrijdproef is. Ja, ja, ja. En of het voldoende antivoetbalproef is. Want ook daar gaat men in Nederland altijd weer aan voorbij hoe belangrijk dat is. Als je dat allemaal doet, dan moet je nog een beetje geluk hebben. Ja. Dat was in 88 dus ook, hè. Ja, toen heeft hij gewonnen, hè. En wat mij betreft, ja, zijn het dus Frankrijk, Spanje... Argentinië? Argentinië? Ja. Die doen niet mee. Stelt u altijd zulke vragen? Of, Er staat op mijn lijstje Argentinië, maar misschien een fout van de redactie, denk ik. Nou, klaar, foutje, ja. Laatste vraag, wie wordt Europees kampioen? Wie? Wordt Europees kampioen? Wie Europees kampioen wordt? Ja. Dat weet ik niet. Ik heb u de vier opgenoemd. Alleen van die vier zal wel Europees kampioen worden. Weet ik genoeg. Dankjewel, meneer Michels. Okay. Dankjewel. Jee. Dag. Wat zei hij? Oh, dat miste ik op het laatst. Laat het nog eens horen. Was die helemaal... Weet ik genoeg. Dankjewel, meneer Michels. Okay. Dankjewel. Jee. Dag. Dat was ook wel redelijk dom. Wat mooi zeg. Die oude generaal. Helemaal over de zeik. Wat een dombo was dat aan de lijn, dacht hij. Ik vraag me wel eens af van die mensen die me bellen. Hoe ze dan verder gaan met hun leven als ze opgehangen hebben. Of ze dat heel snel herpakken. Of dat het toch een paar uur blijft sluimeren. Argentinië? Weet ik genoeg. Dankjewel, meneer Michels. Okay. Dankjewel. Dag. Nou, dit is wel tekenend weer voor de voetbalspecial. Ik ken eigenlijk niet anders dan dat het zo gaat. Maar Jan die heeft ook niet zoveel verstand van voetbal. Ja, maar gelukkig de generaal wel. Jezus, Jan. Rinus Michels. Ja, je hebt laatst nog verloren van Koos Albert zijn partijtje, volgens mij, of niet? Ja. Nou,
Dat was de eerste dan in de special. Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, ik heb zijn die nou trouwens ook van de verschillen zijn margarine? Zijn die dat nou? Nee, dat heb ik niet verstaan. Ik hoorde zijn. Hij wilde marginaal zeggen. Verschillen zijn margarine. Wat wil je dan met die uitslag? Dat is toch niks waard? Nou, Jan, ik hoor je alweer ginneken. Je hebt er smaak mee te pakken. Ja, ik heb natuurlijk nog meer gebeld, Robert. Ja. Wie kan er niet ontbreken als ik het heb over de specials met Jensen in de middag? Ook op het nieuwe You're In. Nee. Ruimtevaartdeskundige. De man die alles weet van de NASA, van het sterrenstelsel. De vroegere bewoner van het huis van de toekomst. Nee. De man die altijd in is voor een goed gesprek. Voor de grote Jensen in de middag EK special 2004. Nee, dat had ik... Griet Titula. Jan, ik had gezegd, die mocht je nooit meer bellen. Oh, dat ben ik vergeten. Griet Titulaar. Die werd altijd zo kwaad, want die wilde dat we een fax sturen te horen. Ah, we hebben het al 5 keer gebeld. Iedere keer hetzelfde verhaal. Nou, heel erg leuk. Titulaar. Dag meneer Titulaar, goedemiddag. U spreekt met Jan Paparazzi van het radioprogramma Jensen in de middag. Goedemiddag. Stoor ik u? Ja, leg aan, waarvoor? Ik bel u voor een vraag in de grote Jensen in de middag voetbalspecial, het EK 2004. Het Nederlands elftal gaat naar Portugal en belt tientallen bekende... Ja, maar ik beantwoord telefonisch geen vragen. Wat zegt u? Ik beantwoord telefonisch geen vragen. Maar het Nederlands elftal gaat naar Portugal? Ja, maar ik beantwoord telefonisch geen vragen. En nou ben ik benieuwd wat u daarvan denkt. Nee, maar ik beantwoord geen vragen. U beantwoordt geen vragen? Nee. En wat is daar de achterliggende gedachte van als vraag? Die heb ik niet te geven. Waarom niet? Daar heb je niks mee te maken. Ja, maar meneer Titulaar, u kunt toch wel iets zeggen over het Nederlands elftal in Portugal? Ik zeg dat ik het niet zeg. Maar waarom niet? Dat zeg ik niet. Maar heeft u iets te verbergen dan? Nee, meneer, houd toch eens op met zeuren. Nee, ik zeur niet. Dit is de grote Jensen... Nee, u zeurt. Dit is de grote Jensen in de middag EK-special 2004, rechtstreeks... Nee, zeurt. Rechtstreeks vanuit Vader de Lobo en ik bel tientallen bekende Nederlanders met de vraag, wat gaat het worden? Nee, ik stel een vraag. Ja, ik stel een vraag. Ik zeg dat ik geen vraag beantwoord. Maar u, ik stel een vraag, dat is mijn werk. Nee, dat heb ik hier niks mee te maken. Maar, dat is uw werk. Maar u hoeft niet zo opgefokt te reageren. Ik heb het 10 keer gezegd al. Ik bel tientallen bekende Nederlanders met de vraag... Nee, maar bel ze. En u doet niet mee? Bel ze. Maar waarom doet u niet mee? Bel ze. Wat zegt u? Bel ze. Ja, maar het Nederlands elftal, u gaat toch kijken, neem ik aan? U hebt er geen moer mee te maken. U gaat niet kijken naar het Nederlands elftal? Kan maar niet voor... Nee, ik zeg niks. Waarom niet? Daar heb je niks mee te maken. Die arme man. Daar word je op. Hij zit in zijn paard. Hij krijgt zo'n wat een hartaanval, die man, joh. Jezus. Kijk als het in zijn paard.